van het Zwaalming. Welkom weer in een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we weer verder met de Marvel Man of Farm serie. Serie. Wacht even hoor. Even de deur dicht. Zo. En het is nu 1:05. Dat is helemaal niet zo bijzonder. Op 15 juni 2019. En het voelt echt alsof het avond is. Mies het de hele dag al. Ja, niet alleen miezen, maar of motregen. Maar het heeft voor mij ook wel harder geregend vanmorgen. Wacht even, vorige aflevering hadden we het zelf afgemaakt. Is blijkbaar niet eens opgeslagen. Fuck. Nou, dit ding maar even naar huis. Wat, dit is natuurlijk Engeland. Of Engeland kan ook uit Australië zijn. Maar in ieder geval een land waar ze niet rechts rijden. Naar links. Ja, ik had toch ook zo'n IT-runde trailertje. Zo'n kleine. Althans, dat dacht ik. Dat is blijkbaar dus niet waar. Nou, dan wordt het eigenlijk wel een beetje een saaie video als ik zo verder ga. Dat staat natuurlijk bij aanhangers. Of maar is dit hem? Dat weet ik niet zeker. Ja, dat is hem. Nou, dat ik er zo niet had. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan gewoon standaard. Zo. Ik weet wel hoe vaak waar het hier. Die toeren lopen echt heel langzaam, gaan die er weer af, zeg maar.
maar je had een beetje een beurt. Maar je had een beurt. Nee, niet die. Dus dan toe het al helemaal naar beneden gaan. Dat dus. Nou. Dan ga ik weer lekker rijden met mijn stuurtje. Stuurtje, stuur. Zo. Dan kan ik helaas niet echt om me heen kijken. Ja, wel in real life, zeg maar. Maar niet in de game. Ja, dat denk ik niet meer weg doe. Go-Buggen. Of ik heb trouwens net ook een andere trailer gedownload. Dat is een middelgrote. Kijk, dat vind ik trouwens ook een mooi ding. Oh, dit was bij de... Goeie. Oh, dat is... Verkeerde. Hoofdkleur. Dit, dat vind ik ook pittig mooi, maar dit is 240 pk. Ja, dat is eigenlijk wel een klein beetje overdreven, gewoon. Om mee te houden tegen zo'n kleine trailer. Ja, we kunnen ook natuurlijk wel weer gewoon zo in doen, maar ja, dat wordt ook een klein beetje eentonig in mijn series. Maar gewoon deze. Dat... Ja, oké, dat is wel een heel klein trekkertje. Ik heb hier twee Aerostars. Deze is wel heel goedkoop trouwens. Oh ja, dat is ook wel een verschil. Pika's. Oh. Nou. Raar. Doe het maar gewoon raar. Zo lijkt het al meer op een vent. Zo lijkt het al helemaal op een vent. Wacht even. Zo lijkt het pas op een vent. Of een zwart kan ook. Dat vind ik ook wel sick. Oh nee, niet dat. Dat. Niet als... Wacht eens even. Of zo? Een DX. Ja,
Ja, het kost helemaal niet extra. En... wat verandert er dan aan? Gewoon hier? Oh ja. Zo. Nou, gewoon geen voorladen. Brede banden. Oh ja. Heb ik een fronthef? Oh ja, front die had ik. No. Zo, de X. Ziet deze trekker er raar uit, joh. Nou ja, denk je wel dat hij een mooi geluidje heeft? Maar het is gewoon standaard geluid. Volgens mij is het gewoon het standaard geluid. Zit dit er überhaupt wel een dood Aerostar in? In ieder geval een standaard geluid. Dat kan ook nog niet open. Kraaggereedschap openen. Oh. Huh. Nou, hoezo noemen ze het kraaggereedschap? Snap je niet. Nee. Maakt er niet uit, joh. Beweegt de pook hier ook? Ja, die beweegt. Nou, ook leuk. Ja. Ook leuk. Oh. Gestart. Dat brandde ook. Er branden heel erg veel lampjes. Ik snap eigenlijk niet waarom de sleutel daar zit. Maar ja. Lekker rijden. Nou, ik zie jullie staan bij de boerderij, mensen. Tot zo. Nou mensen, daar ben ik weer. Moet ik straks trouwens tijdens het editen niet vergeten te knippen. Oh. Het gebeurde. Losmaken. Zo, nou. Zetten we even die arbeider aan het werk. Dan ga ik daar even naartoe. Oh, die heeft er wel wat moeite mee, volgens mij. De truck. Nog even hoor.
Waarom kan ik nergens zien wat mijn balans is? Ja, kijk, dat kan ik. Ik kan het rechtsbovenin niet helemaal zien. Ik zou alleen 4 tweetjes en. En nog twee. Daar een punt achter. En dan zeg maar een dubbele punt, maar meer zie ik niet. Ik kan niet heel goed zien dat dat dan 3 is. En het pijltje. Versneld is bij mij nu ook helemaal buiten beeld. Oké, er staat voor mij nu 2. We gaan wachten op de dat er staat 2-2-2-2. Nou, dat duurt dan wel even trouwens, maar ja. Dat duurt wel gewoon even. Schiet ook niet op, hè. Dan is het ding er in één keer afgekoppeld. Ja, dit hebben jullie vorige keer ook al gezien, dus ja. Ik denk dat ik het deze keer even eruit haal. Of beter nog, ga je het anders doen. Ja, nou, nu komen we dichtbij. De 2-2-2-2-2-2-2. Nog 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Uno. Zero. Nu. Oh, ja. Het momentje is geweest. Ja. Kijken hoeveel de mespunt is. Oh, dat moet nu via de. Oh, ik heb nog helemaal geen dieren. Is dit trouwens van de queen of van de schapen? Dit is van de queen.
opnemen met Gordon. Coin heb nu. Bevestigen. Ja, 22 coin. 28 koeien. Ik had die locatie te laten verkeren. Oh. Dat is echt zo'n hele UFO straal. Kijk dan. Hoopheen? Ja, ik kan niet hier aan staan. Ja. Te manoeuvre. Oh, hey koe. Twee pk hebben die maaien nodig. Zeventig, 60. Nou, dan kom je uit op 130 of 230. Ja, maar ik zou toch eens gewoon even kijken. Ik had net ook nog mijn messteentje gedownload. Ja, ben je van me? Oké, nou dit. Daar zit niks voor me tussen. Ja. Hoeveel pk heeft die van die dan? Ik denk 230, want er staat 230 op. Wel oh, genoeg. Ja,
ga stikken mooi hier langs rijden. Niet dat ik hartstikke mooi rijden, hè. Moeten we hem heel goed hebben. Ja, we moeten hem deze kant aankoppelen. Maar, want ik heb ook wel eens een keer gezien, ik heb ook wel eens een keer een video van Blocky Games gezien. Toen had hij deze maïs ook, maar dan zo'n dan in een zogenaamde repaint van verkronen. Dat was trouwens in Farm Simulator 17. Toen zat dit ook al in het spul. Ook dat al. Dat zijn die rotsen, die krijg je dan niet bij. Oh, dat kun je gewoon kopen voor 0 euro. Mooi. Dat ik hier een timelapse zal gaan maken. I really, really want you.
Nou mensen, dat was dus de timelapse. En ook alweer bijna de video. Dus ik maak het laatste stukje nog even af. Ik ga er een zitten. Ga ik de video afsluiten. Vond je deze video nou leuk? Knal zeker even die like erop. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zeg ik weer like en abonneer voor meer. Yeah.